speelt Veendam thuis tegen Dordrecht 90. Met die wedstrijd wordt het gerenoveerde stadion De Lange Leegte officieel in gebruik genomen. Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan de accommodatie, die 6300 zitplaatsen krijgt. Veendam-directeur Nienhuis gaf ons alvast een rondleiding. Er is nu nog een vrij vlak geheel, maar boven al die ramen komen nog roosters, zoals er ook een rooster boven het portaal zit. En op de voorgevel komt, ik geloof dat het 5 meter lang wordt, de naam De Lange Leegte, want daar zijn we trots op. Hè? En aan deze kant op de grote rode vlak komt het nieuwe logo van BV Veendam en dat heeft een middellijn van 2 meter. Het front, de voorgevel, dat heeft straks veel meer uitstraling dan het vlakke gebeuren van nu nog. Dat klinkt eigenlijk wel mooi, of niet? Dit wordt heel mooi uitgerust straks. Hier een tafel met 4 leren stoelen, 4 leren fauteuils en daar een schitterend bureau. En een strategisch punt. Ik zie alles aankomen straks. Ja, van de andere kant is er ook wel wat op tegen, maar ze zien ook allemaal van buiten wat hier gebeurt. Het zal wel goed komen. Harry! Komt u even inspecteren? Gaat allemaal een beetje naar wens? Zeker. Goed zo. Ziet er goed uit, hè? Ja. Veel stadion. Ja. Zij leveren nogal wat bouwmaterialen. De prijs is over het algemeen wel een beetje te hoog, maar kwalitatief is het uitstekend. Ah, ik denk dat meneer Nienhuis van een hele goede inkoper is. Oh, Nienhuis is een goede inkoper. De prijsspraak is wel heel goed, hoor. Probeer het worden. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams. Way you sing off key. Dan heb je hier die geglazuurde tegels, die geven het effect van de lange straat, hè? Van de lange leegte. No, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Nou, ik denk dat ik hier af en toe best eens een uurtje ga zitten zo. In overpeinzing van alles wat hier... In 40 jaar is gebeurd. Want in 64 ben ik hier met betaald voetbal begonnen. Ik weet nog precies dat er aan de overkant een taluutje was. Daar stond je nog op gras. Achter de doelen was helemaal niks. Hier was een tribune voor 350 mensen. En als je die metamorfose ziet, dan kun je alleen maar zeggen dat de voetbalgemeenschap in Veendam en omstreken heel veel tot stand heeft gebracht. En dan denk ik terug aan de oude meneer Roelofs, de directeur van AVB. Die BV Veendam een aantal keren heeft gered. Ik denk aan Chris Koch. Degene die in 84, toen kwam ik hier als trainer, de zaak mede heeft gered. Want toen was het ook op sterven na dood. Klaas Hartman, de functionaris van sport hier in de gemeente. Al die mensen die leven niet meer. Die zouden eigenlijk een heel klein poosje terug moeten kunnen komen om eens te kijken wat hier tot stand is gebracht. En mede met door hun inbreng. Zo'n korenkast? Ja. Oh, kijk eens. Ja, dat is daar goed. Was ik net even. En hoe zit het? Doris, is dat de overkant? Ja. In het midden een beetje? Ja, bij dingers, bij de sporters. Ja, ja. Oh, dus op het tweede vak hier. Ja. Klasse. Nou, nog goed voetbal, hè? Oké, okay, tot dat straks. Dat mogen we zo wel, hè? Prima. For once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once unafraid. Nou, en dat is een compliment aan de gemeente. Die plegen dus al jaren het onderhoud.
En alle spelers die hier komen die, en die het veld oplopen, die zeggen wat een fantastische grasmat. Hier kun je niet op falen. Dus de voorwaarden zijn gecreëerd om er gewoon een leuk voetbaltempel van te maken. Met veel publiek. En dan is het woord aan de spelers. Daar heb ik ze de vorige week bij de start van de voorbereiding ook verteld. Wij hebben de voorwaarden met elkaar gecreëerd. En nu is het woord aan de technische staf en de heren. En oh wee hun gebeente als ze er niks van maken. Once I can touch what my heart used to dream of. Long before I knew someone warm like you would make my dreams come true. In het verleden zijn we ook twee keer naar de Eredivisie gepromoveerd in de 80e jaren. Nou, dat zijn jaren om nooit te vergeten en ook momenten om, om je tot in lengte van jaren te heugen. Dat is fantastisch. Dat is bijna een kroon op je werk. En het is grof gezegd, maar als ik dan op zo'n moment hier op de Lange Leegte, op de middenstip, bij de promotie naar de Eredivisie, als ik daar, nou, gestorven is een grof woord, maar als ik het dan niet meer, als dat mijn einde was geweest, dan had het me op dat moment ook niet zo heel veel meer uitgemaakt. De volgende dag dacht ik er weer een beetje anders over. Maar dan ben je zo gelukzalig, dat is fantastisch. Cause they can't take that away from me. Henk Nienhuis in de verbouwde Lange Leegte.